Hallo allemaal en welkom weer bij Eagle Daan Maakt. Met het motto, gewoon doen. Ja, vorige week hebben we geen video. Ik had er helaas geen tijd voor. Ik was ontzettend druk. Dus vandaar een weekje later. Maar goed, ik heb van tevoren al geloof ik gezegd hè, dat het niet wat de kans is dat ik niet elke week een video kan plaatsen. Goed, deel 5 inmiddels. Van zelf een nieuwe keuken helemaal maken. Ja, in deze video ga ik dus aan de andere kant waar het gasfornuis staat, kastje bouwen. Ga ik de lange kast maken waar de magnetron in komt. En nou ja, misschien nog wel meer dingen. Dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar dat zullen jullie wel zien. Ik wens jullie veel kijkplezier. En daar komt aan deze kant een klein kastje. En die kant ook. Ja, kastje. Aanrecht, een klein stukje aanrecht met laders eronder. Ja, en als ik dat klaar heb, zover, dat ik nou laders moet maken natuurlijk, dan ga ik die kast, die grote kast, ook maken. En daarna ga ik pas alle laders gebeuren maken. Waarom? Nou, als ik al die kasten klaar heb in principe, dan kan ik het laminaat erin leggen. Want ja, met dat beton, je loopt iedere keer dat beton onder je voeten. Met het huis in, omhoog, naar boven toe en dan weet ik wat allemaal. Het hele huis zit er iedere keer onder met dat beton. Ja, dat heb je met verbouwen toch wel, weet ik. Maar ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weer het laminaat erin hebben. Dan ja, is het gewoon fijner dat we met dat heen en weer lopen. Goed, ik ga gauw verder met die kleine kastjes hier.
Nou, Wils Roefies. Even kijken, die komt dan zo. Even een blokje dat ik een goede hoogte heb. En schroeven maar. En dan zie je vlak met de plank. Ja, deze nog even. Ja, zo, nou dat ik die twee kleine kastjes hier in principe klaar heb, hè, zover dat het kastjes zijn in principe, ga ik dus met die lange kast hier bezig. Nou, je ziet het, ik heb al even twee latjes geplaatst. Ik heb hier de plaat al staan, die heb ik voorbereid. Die ga ik dus nou daar plaatsen. Ja, en daarna heb ik een uitdaging, want de volgende plaat, de mooie kant zeg maar, die komt precies op deze deurpost uit. Ja, op dat kozijn. Moet nog even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Want ja, we moeten wel 60 centimeter breed worden, anders past de magnetron daar niet in. Dus moet even kijken hoe ik dat moet doen. Eerst deze maar eens plaatsen. De, kan het zo zien? Nee. Kijk, de muur is daar. Daar zit je heen, daar zit je tegenaan. Hier zit een hele brede spleet. En daar zit je er weer tegenaan. Dat wil dus zeggen dat mijn muur zo krom loopt. Nou, mijn muur, een beetje van het huis. Ja, hoe moet ik dat nou weer doen? Ik denk dat ik maar gewoon hoekjes onder en boven van die plank afhaal. Je ziet dat toch nooit weer zitten aan de achterkant, binnenkant. Dus ja, maar een beetje aanpassen. Ik denk dat ik het gewoon zo moet doen. Nou, vanaf hier ongeveer begint hij naar binnen te lopen zo. Dus vanaf hier ongeveer. Ja, tot het einde natuurlijk. Daar nog ongeveer zoiets eraf. Nou ja, laat ik gelijk genoeg doen. Zo. Nou, dan haal ik dat er zo uit. Zo scheef. En dan moet ik dus aan de onderkant precies hetzelfde doen. Nou, heel die muur is scheef. Hier loopt hij ook weer naar binnen toe. Wat ik ook kan doen is gewoon over de hele lengte dat ik ga halen. Dat ga ik maar doen. Ik ga hem gewoon korter maken. Ik ga gewoon over de hele lengte een stukje afhalen. Dat is makkelijker.
Yes. Vastschroeven. Klaar. Uiteindelijk gelukt. Het heeft me alleen twee boordjes en een tapje gekost. Maar goed. Hij zit erop. Zo, nou dat uiteindelijk die balkjes op dat kozijn en muurtje zitten. Ik heb op de bodem ook al even vast een latje gedaan. Is het tijd om die zijwand te maken? Ja, dat moet ik dus in één keer goed doen. De muur is wat scheef, hè, zoals ik... eerder gezegd heb, geloof ik. Maakt niet uit. De plank komt er ongeveer zo uit te zien. En dit is dan eigenlijk een zijaanzicht. Dit lijntje klopt niet, die buitenste. Dus moet je die binnenste hebben. Dus dan moet ik hier zo'n hoekje uithalen zo. Dus dat is dat kozijn. En dan moet ik hier vanaf hier zo, het is een beetje overdreven getekend, maar dan 1 centimeter zo scheef zagen. Ik heb alles nagemeten en gedaan. En hier uitgetekend op dat hout. hopen dat het goed gaat. We zullen het zien. Zo, ik denk niet dat jullie kunnen zien de lijntjes die ik getekend heb. Dit is in ieder geval het einde. Daarvoor dit aan de klus tape even. Zodat ik als ik het zagen ben, dat ik zeker weet dat ik niet hier voorbij ga. Maar anders heb ik een probleem. Dus ik weet dat ik hier moet stoppen. Goed, maar zagen. Zo, nou dit schuine stukje nog. Zo, nou nog even de juiste kantjes even frezen. En dan schuren natuurlijk. Dan is het beste om eerst even te passen. Maar ja, dat ding is zwaar. En het is een rothoek om daar te komen. Maar ik denk dat ik dat toch wel ga doen. Eerst even passen of het past. Voordat ik in de olie ga zitten. Oh ja, en voordat mensen weer beginnen over afzuiging. Hè, want hier kan natuurlijk een afzuiging op. Dat weet ik. Maar het is niet handig. Als je hier een slang erbij opzet. Dan heb je heel weinig, of dan blijft hij haken of
de gevoel is niet. Nee, dus het gaat niet echt lekker zagen dan. Ik heb het namelijk al geprobeerd. En vooral met deze lengtes. Ja, dat is gewoon geen doen met een afzuiging. Dus vandaar, zonder afzuiging. Dan maar een beetje stoffig hier. Het is niet anders. Deur nemen open en het is ook zo weer weg. Goed, ik haal de tape er even af. En dan ga ik eerst even kijken of hij past. Zo, nou, ik heb hem helemaal in olie gezet en alles. Dus alles is nou klaar. En ik heb hem net natuurlijk nog even getest. Want ik zei wat ik zou doen. Nou, hij paste. Dus dat is mooi. Ik ga hem even ophalen. En dan kijk ik of ik hem op zijn plek kan krijgen. En ja, hij is zwaar. Nou, eerst kijken of die waterpas is. Perfect. Ik heb er even een klein lichtje even onder gedaan, zodat hij dus niet rechtstreeks op het plafond staat, maar dus een klein beetje lucht eronder zit. En boven een plafond zit ook een klein beetje ruimte nog tussen, dus perfect. Mooi, die zit ook. Volgende stap. Zo, alweer een volgende dag. Ga snel die dagen. Ja, wat heb ik nog even gedaan? Ik heb daar een leidingje getrokken, stopcontactje eronder en dit plankje even geplaatst. En dat is voor de magnetron. Die wil ik nou even plaatsen. Kijken of het allemaal ook past. Ik hoop het. Maar ik denk het wel. En als ik de magnetron geplaatst heb, dan weet ik ook wanneer, waar het tweede plankje moet komen. En dan komt hier natuurlijk nog een plankje boven, waar dan het kastje begint. Goed, eerst de magnetron maar even uitpakken. Waarom is dit spul allemaal zo zwaar? Oh, maar. Dat is hem. Maar even kijken of er niet nog allemaal dingetjes in zitten die er niet in horen. Zo piepschuim en dat soort dingen. En dan gaan we kijken of hij in de kast past. Maar zo doet hij. Goed, nou even in de beschrijving kijken hoe ik hem vast kan zetten. Ik neem aan dat je hem ook vast moet zetten. Zo, wat ik nou doe, is gewoon even een blokje pakken. Die leg ik hier zo op. Zo, dat die vlak is met dit. Dus dat is dit. Streepje. Zo, heb ik hier een streepje staan, dan weet ik qua hoogte. En dan weet ik ook, ik moet nog 9 mm naar beneden. Want natuurlijk die planken zijn, die planken zijn 18 dik. Dus dat moet een beetje op de helft komen, hè, dat het mooi aansluit. Dus dan 9 mm naar beneden. En dan zit ik altijd goed. Goed, dan kan ik de deur uit. Dan kan ik dit plaatje plaatsen en alles. En dan plank erin maken. En dan kan hij er weer in. Nou, het is vrij simpel. Je zoekt het midden op. Zet hem hier aan de voorkant gelijk. Nou, ik kan met de priem mooi even die gaatjes aftekenen. Zo.
burgertje plaatsen, klaar. Ja, en hoe... bevestigt hij zich dan? Aan de achterkant van de magnetron zit gewoon een gleufje, ongeveer zo breed. En daar past deze straks zo in. En dus als je magnetron erin schuift, dan schuif je hem hieronder. Ja, dan kan hij niet meer kiepen. Dat is eigenlijk alles. Dus, beugeltje erin. Zo, klaar. Dan past hij wel. Ik heb dat beugeltje een beetje meer naar achteren gedaan. Ja, ik heb bijvoorbeeld de tekening gedaan. Zelfs hier moet je nog een... ik heb een klein handje eraf geknipt, maar je moet eigenlijk nog meer afknippen. Zoals het hier staat tenminste. Maar blijkbaar moet je er dus helemaal niks afknippen. Want anders zit je te ver naar voren. Dus ik heb hem nou een halve centimeter naar achteren geplaatst. En nou is het goed. En als je hem mooi vlak... Dan moet er alleen nog een schroefje in. Die kan gewoon aan de voorkant. Die ook bedoel. Dat is een gaatje. En dan heb ik... Misschien moet ik prima eerst even een dukje prikken. Hoop ik. Zo. Daar komt het schroefje in. Een beetje op gevoel, maar het lukt. Ja. Zo te merken, ik wil het nou niet verder, dus dan is het goed. Ja, dan kan er een dopje op. Als het goed is, kan dat dopje hierop. Ja, daar is die. En dan is die dicht. Ja, dan kan hij geen kant meer op. Dan zit hij gelijk muur vast. Mooi. Die zit ook. Zo, stroom erop en je kan hem als het goed is gebruiken. Ja, zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik toch eerst maar alle ladegeleiders erop gezet.
Dat lijkt mij even toch wat handiger. Vooral omdat natuurlijk hier straks het plintje komt hiervoor. Ja, dit is nogal krap allemaal. Dus ik denk, als je dat plintje nou daar hebt zitten, dan heb ik kans dat ik misschien in de weg zit of afbreek of wat dan ook. Dus even, om dat dus te voorkomen, heb ik eerst alle ladegeleiders geplaatst. Daar ook. Hè, dat hebben jullie kunnen zien, dat is een stukje daarvan. Ja, hier zo. En jullie hebben kunnen zien hoe ik het gedaan heb. Met een plankje ertussen, afstand houden. Zodat je beide kanten altijd gelijk hebt. En dan, een paar schroeven klaar. Het is niet zo heel moeilijk. Het is alleen een beetje lastig omdat je er heel moeilijk bij kan komen. Goed. Ja, en dan ben ik nu eigenlijk toe aan die onderste plaatjes te plaatsen. En dan daarna het laminaat te plaatsen. Maar goed, dat zien jullie in de volgende video. Dit was het einde voor deze video alweer. Daarmee wil ik iedereen natuurlijk weer bedanken voor het kijken. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan even. En dat kan in die hoek. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. Dit was Eagle Daan Maakt met het motto, gewoon doen. Tot ziens.